Goedemiddag. Hoe gaat het met u? Ja, gaat wel. Ja, pijn? Beetje. Ik kom heel moeilijk uit de stoel. Ja, is dat meer pijn in het gevricht, in de spier of bij de wond? Beetje bij de wond. Okay. Maar ik heb het gevoel alsof ik niet makkelijk eruit. Een beetje vast zit. Okay. En die wond erop voor je wat trekt? Een beetje trek op zijn voel. Zit hier aan de achterkant? Ja, het zit aan de achterkant. Oké. Okay. Het was aan uw linkerkant. Aan de linkerkant zit hij. Ja. Ik wil vandaag eigenlijk met u gaan opstaan vanuit de stoel. Ja. En ik wil in eerste instantie graag weten hoe u dat op dit moment nu zelf doet. Heeft u dat wel eens gedaan? Ja, ik heb het wel geprobeerd, maar ik ben er toch een beetje te angstig voor. Ja. Ik vind het allemaal wel niks. Ik wil u zo meteen gaan vragen om het op uw manier te gaan doen. Ik kom erbij staan. Dus dan is het gewoon heel veilig. Ja. Vindt u dat oké? Okay? Ja, dan wil ik het wel proberen. Ja? Maar we moeten wel echt dichtbij blijven hoor. Want, ja, dat komt helemaal goed. Ik vind het wel een beetje eng. Ja, dat komt helemaal goed. Ja? Ja. Dan moet ik eerst even bij u staan. Ja. En dan mag u bij mij laten zien hoe u op dit moment vanuit de stoel gaat staan. Heel veel mijn handen gebruiken. Gewoon die kant. Ja, het gaat ook. Dit kost u veel moeite. Ja, want kijk, ik kan wel afzetten aan deze kant. Maar ik moet wel echt mijn hand vol gebruiken. Ja, dat zie je, kost veel kracht. Ja. Kracht en moeite. Ja. Gaat u weer lekker rustig zitten? Staat niet bij. Yes? Ja. Ik ga proberen een trucje te leren waarom het misschien wat makkelijker zou gaan. Opstaan vanuit de stoel. Ja. Dat ga ik eerst even een keertje voordoen. En dan maak ik het samen met u. Gaan we het herhalen. Ook daar blijf ik gewoon weer bij. Ja. Een paar stapjes. Wat ik als eerste vraag van u is om in ieder geval rechtop te gaan zitten. Ja. Ja. Dan gaan we iets naar voren schuiven op de stoel. Dan mag je je handen even aan de zijkant plaatsen. En je benen optillen. Schuiven. Rustig aan. Eerst naar het randje van de stoel. Dus plaats uw handen op uw bovenbenen. En uw voeten iets vooruit. Ja. Een mooi steunvlak. Vanuit daar gaan we eigenlijk naar voren. Ja. Dus eigenlijk met je neus richting je knie. Ja. Vanuit daar kom ik rustig staan. Plaats ik mijn handen op mijn bovenbenen. Kan ik iets meer afduwen. Rustig staan. En vanuit hier kom ik omhoog. Dan stak ik mijn heup en mijn rol. Oké. Okay. Ja. Yes? Ja. Gaan we eerst even een stapjes uitvoeren, samen met u. Hoe wil ik het nog een keer laten zien? Ja, laat het nog maar even een keertje zien, want ja? ik zag het allemaal even niet zo. Ja, okay. Rustig aan. De eerste stapje is rechtop zitten. Ja? Ja. Dan gaan we iets naar voren schuiven op de stoel. Handen mag je daarbij als steun gebruiken. Ja? Ja. Voeten rechtop, dus de knieën een beetje 90 graden zijn. Ja. Handen bovenop. De benen, mm-hmm. Ja, buigen met onze romp naar voren. Yeah. Vanuit hier ga ik even druk zetten op mijn benen. Mm-hmm. Daar kom ik omhoog. Steek mijn heup en mijn romp. Okay. Ja. Yes? Ja, nou wel een beetje voorop. Ja? Oké, okay, gaan we rustig aan proberen. Blijf wel bij, toch? Ja. Ik ben de stapjes die we erin gaan doen. Yeah. Eerst dat we rechtop gaan zitten. Pas recht vooruit. Yeah. Yes. Een stukje naar voren schuiven op de stoel. Hoe gaat het met de wond? Trekt dit? Nee, dit valt wel mee. Dit gaat nog. Hebben de voeten gewoon goed voor jezelf neer? 90 graden. Mag je met uw handen steunen op uw bovenbeen? Ja, dat zit heel netjes. Comfortabel zo? Ja. Dan brengen we de wond iets naar voren. Ja, dan mag u druk gaan zetten op uw knieën of op uw enkels. Dan komt u rustig aan. Dat gaat mooi. Rustig. Pas op, maar ik ben erbij. Oké. Ik merk dat het nog steeds wel een hoop kracht kost, met name het staan. Ja, een beetje. Het recht omhoog komen. Ja. Pijn. Nog wel een beetje. Een beetje. Ik doe het heel veel. Niet zoveel als dat ik net had. Dan gaan we hier zo even rustig zitten. Ik merk dus in ieder geval dat kracht, dat is nog wel een beetje een issue. Dat is nog een beetje een probleem. Dus daar wil ik me in de volgende behandeling op gaan richten. In ieder geval die kracht in de boven en in de billen, dat we die daar kunnen gaan versterken, dat opstaan gewoon een stuk makkelijker gaat. Want het kost gewoon een hele hoop kracht. Ik merk rechts kost het je weinig kracht. Tenminste, het gaat een beetje makkelijk, maar links is het gewoon een beetje moeilijk. Ja, ik ben ook wel een beetje angstig voor daarin. Ja. Okay, ik probeer zo een beetje te ontzien. Ja, dat is logisch. Dat doen heel veel mensen die meer geopereerd zijn. Zover zijn we nog.
Ja, dat is zo. Kunt u het nog één keer doen met mij erbij, zonder dat ik iets vertel? Ik denk dat dat wel lukt. Ja? Gaan we dat nog een keer proberen. Mag u mij vertellen wat u doet, welke stapjes u maakt? Ik ga er recht op zitten. Ja. Dan mag ik mijn handen inplaatsen. Mm-hmm. Dan breng ik naar de stoel, naar het puntje. Ja. Voeten komen recht. Weer op deze manier. Dan mag ik mijn handen hier plaatsen. Op. Ik ga het ook kan er misschien nog iets verder op naar voren komen op de stoel? Ja. Dan heb ik iets ruimer voor. Ja, dat lukt wel, dat lukt wel. Ja, juist. Je mag met uw handen mag gewoon druk zetten. Je mag echt die kracht op je knieën gaan zetten. Daar kom je staan. Ik ga dus naar voren. Dus als ik naar voren ga. Dus je merkt dus als je je lichaam verder naar voren plaatst, kost het voor minder kracht. Ja. Want anders als je lichaam verder dus naar achter zet, dan gaat het eerder de neiging om naar achter te vallen. Zeg. Ja, dat is wil je rustig zitten? Oké, netjes. Nou, hoe vond u het gaan? Goed. Goed? Ja, het laatste oefening is zo. Ik dacht dat ik een fout had. Maar dus wat is nou, wat is nou de belangrijkste tip? Als je dat op gaat staan of gaat opstaan doen? Mijn gewicht goed naar voren. Gewicht goed naar voren. Goed voorover bij. Heel goed. Kan ik. Dat geef ik u hand. En dan is het een volgende keer. Ja, ga je lopen met de truck op dit moment? Ja, ik heb nogal wat meer belast van lopen. Ja? Ja, netjes. Oké, ik ga vandaag een manier van lopen aan de truck die je nog niet gehaald heeft. Ik stel voor dat ik hier mijn stokjes uit ga leggen. Ja. Alleen een beetje truck daarbij. Daarna gaan we samen de stokjes uitvoeren. En uiteindelijk ervoor te gaan zorgen dat ik zonder mijn aansturing heel zelfstandig kan gaan doen. Ja? Ja? Even een truc lenen. Hij ziet er als volgt uit, namelijk van de zijkant zien, van de kussen. Dit is een startpositie van tussen de krukken. Ja. En dan plaats ik als eerste linker kruk, blijf rechts bij. Vervolgens de rechter kruk weer voor mijn rechterbeen. Op het links bij, linker kruk. Rechts bij, steeds tegenovergesteld. Ja. De andere kant laten zien. Dus linker kruk, rechtervoet, rechter kruk, linkervoet. Okay. Ja? Ik heb de kruk aan u teruggeven, alsjeblieft. Opstaan met kruk heeft u gehad, hè? Ja, ja. Ga dat lekker. Wel even kunnen oefenen. Oké, netjes. Nou, dan mag u voor mij gaan staan. Ga ik hem in stapjes uitleggen bij u. We starten eerst met de linker kruk naar voren. Yes, dan sluit je je rechterbeen bij. Oké. Vervolgens de rechterkruk naar voren, linkerbeen bij. Precies. Probeer rechterkruk. Oké, gaat het weer. Precies, rechterbeen bij. Je kan gewoon naar voren kijken hoe de benen die volgen vanzelf. Ja? Je hoeft ze niet in de gaten te houden. Gaat helemaal goed. Je in de gaten te houden. Ja, dat is in het begin is dat even. Ik denk dat u het kunt zonder mijn aansturing. Ja, we gaan proberen. Gaan we dat proberen? Dan zeg ik helemaal niks. Heel gauw de neiging om tegelijk te doen. Ja, om tegelijk te gaan stappen. Ja. Oké. Okay. Nou, wat ik zie, de handelingen zijn goed. Goed voor het been, andere been sluit bij. De been gaat nog een beetje statisch. Ja, klopt dat? Ja. Ja? Kunt u nu in uw hoofd een bepaald ritme mee pakken? Ja. Ik kan eventueel mee knippen met mijn vingers. En op dat ritme ga jij stappen. Ja, dat is goed. Met de rug en met de been. Die kunnen we gaan proberen. Okay. Ja, een stappen van vier? Ja. Ja? Dan gaan we het gewoon proberen. Komt ja. Helemaal niet er klaar voor dan. Okay. Ja? Ja? Probeer gewoon naar voren. Mocht u het echt eng vinden, kijk af en toe een keer naar beneden. Maar zoveel mogelijk naar het doel waar je toe wil doen. Daar kijk je in. Yes? Oké, komt ie aan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bedankt, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Daar is het loon. Nou, in uw hoofd gaat u het zelf tellen. Waar we beginnen als eerste? Yes?
echt wel een stuk beter dan de eerste keer, hè? Ja. Oké. Nou, hartstikke goed. Hier gaan we verder mee oefenen.